Het is medio juni 2019 en ik ben op de camperplaats Oorschot. En waarom ben ik in Oorschot? Ja, daar kom ik heel vaak. Omdat het centraal ligt, want meestal ben ik voor mijn werk onderweg. En dan zit dit in het midden van het land. En waarom ik hier ook altijd zo graag kom is, omdat de plaats heel mooi is. Hij is goed onderhouden en sinds kort hebben ze ook een sanitair gebouw. Mensen, het zou kunnen dat je, ondanks dat ik een windbescherming op mijn microfoon heb, dat je toch geluiden hoort, windgeluiden, maar mijn excuus daarvoor. Ik loop even over de plaats heen. Ik heb hier een aantal keren al filmpjes gedaan. Dat is mij bewust, maar ik doe het toch, ondanks dat, doe ik het nog een keer. Want het is elke keer weer iets anders en vooral, je hebt iets nieuws en dat is een sanitair gebouw. En dat sanitair gebouw, dat wil ik jullie heel graag even laten zien. Dit is de hut waar je aan kunt melden. En dit is ook het bekende plekje waar je water kwijt kunt, toilet, vers water, tappen. Dit is niet veranderd. Wat er later bij is gekomen is dat hier nog een tweede mogelijkheid is voor grijs water. Het zit in de grond. Je kunt er gewoon overheen rijden. Dat ligt daar. Daarachter hebben ze een tent, een feesttent voor als er groepen komen. Dat is de plaats die later aangebouwd is. Dit is nieuw, dit gebouw. Daar zit de douche in, het sanitair. Je kunt dus buiten de afwas doen. En hier zijn toiletten en douches. Ik ga even zo met jullie naar binnen. Even wachten dat er niemand binnen is. En zo ziet het er dus uit. Je hebt hier twee toiletten en een invalide toilet. Ik ga daar één van open doen. Kun je erin kijken? Het is tamelijk groot, moet ik zeggen. Dus bij elkaar drie toiletten. En je hebt ook voor de invalide heb je een aparte douche daar. Nou, hier zitten twee douches. Ik heb er vanmorgen al gebruik van gemaakt. Het is heel mooi. En kost 1 euro. En het ziet er goed uit. En wat ik aan deze plaats ook altijd zo prettig vind, er is goed wifi, want je hebt drie steunzenders en dat is veel. En ja, dat vind ik heel prettig omdat ik voor mijn werk veel onderweg ben. En wat ook prettig is voor mij, dat het stadje in de buurt is en dat je daar zomaar naartoe kunt lopen. En ik kook niet elke avond als ik onderweg ben, dus ik ga ook vaak eten. En dat is de eigenaar, die is altijd bezig om die plaats schoon te houden. Heel mooi. Dankjewel. Alles is netjes geknipt, overal staan bloempotten. Het is gewoon supergoed onderhouden hier. Nou, dan tot de volgende keer. Ik ga hier zo meteen vertrekken, want ik kwam vanuit het Sauerland en ik moet naar Zeeuws-Vlaanderen. Daar ga ik zo meteen heen en daar ga ik op de gratis camperplaats Hulst staan. Ik heb namelijk vanavond daar een teamtraining in een bedrijf. En zo toer ik maar door Nederland heen en ik ben blij dat ik een camper heb. Want zoals vroeger, 's nachts altijd in hotels, dat wil ik niet meer. Tot ziens en tot de volgende keer. Vind je het leuk? Geef me een duim omhoog. En wat ik heel leuk zou vinden als je op mijn kanaal gaat abonneren. Gratis dus.